Die stadsmonitor, de eerste ontwikkelingen dateren al van 2000, hè, toen de toenmalige minister van het Vlaamse stedenbeleid de opdracht gaf om een monitor te ontwikkelen om de leefbaarheid en de duurzaamheid van onze centrumsteden in kaart te brengen. Wat is die stadsmonitor? Die stadsmonitor is vooral een meetinstrument, maar ook een communicatie- en een leerinstrument. Dus het is een dynamisch instrument en het werk is dus ook nooit af. En de bedoeling is om op strategisch niveau een aantal ontwikkelingen te schetsen. Dus die lange termijn visie, het lange termijn denken staat centraal hierbij. En bedoeld voor wie? Voor iedereen die uiteraard bij die stedelijke context is betrokken. De stadsmonitor bestaat uit twee luiken. Enerzijds heb je een visie van een leefbare en duurzame stad die gestoeld is op onze principes. En anderzijds heb je uit die visie een aantal intenties die leiden tot een set van indicatoren die dus nagaan of onze steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Het is onze vijfde editie en sinds 2008 hebben we die stadsmonitor in eigen beheer en is die dus gebaseerd op een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de studiedienst van de Vlaamse regering. Wat is er nieuw? De minister heeft het ook al aangehaald. Het traject Kindfocus is nieuw en we hebben ook extra accenten gelegd op de ecologische stad. Wat betekent dat precies? Wel, we zijn dus vanuit de visiematrix een optimalisatie gaan doorvoeren en dat uitzicht dan ook in een vernieuwde indicatorenset, zowel voor die kindfocus als die ecologische stad. Die kindfocus die heeft ook een extra katern die jullie allemaal vinden naast het dikke boek dat de gewone indicatoren bevat. En in die kindfocus ligt de nadruk dus op gezinnen met kinderen in die stad. Wat is er nog nieuw bij de editie van 2014? Onze webversie, die hebben we een pak gebruiksvriendelijker proberen maken door de indicatoren in Excel-sheets aan te bieden. Jullie kunnen die uiteraard allemaal downloaden op www.stadsmonitor.be. Het materiaal dat in die stadsmonitor zit, is afkomstig uit verschillende bronnen. Eerst en vooral heb je de centrale databanken, dus dat zijn de geregistreerde gegevens die centraal worden verzameld. Vervolgens heb je de gegevens die door de steden zelf zijn aangeleverd. Dat gaat dan over de GIS-data. Dus dat zijn dan data uit geografische informatiesystemen. En als derde hebben we onze grootschalige survey die we hebben uitgevoerd bij de stadsbewoners ouder dan 16 jaar. Er werden zo'n 48.700 respondenten aangeschreven, of inwoners uit de steden aangeschreven. En we hebben extra bevragingen uitgevoerd in een aantal steden, als Antwerpen, Brugge, Genk, Leuven en Turnhout. Vier communicatiemomenten, dus die bevraging vond plaats tussen 22 april en 27 mei 2014. En uiteindelijk heeft ons dat meer dan 19.000 respondenten opgeleverd die die vragenlijst hebben terugbezorgd. En dat resulteert dan in een 80-tal indicatoren die mee in het boek zijn opgenomen. Hier zie je nog eens het overzicht van de indicatorenset, dus verspreid over de verschillende beleidsdomeinen die belangrijk zijn om die leefbaarheid en die duurzaamheid van onze centrumsteden in kaart te brengen. Goed, dan gaan we over naar de eerste resultaten. En we hebben eigenlijk een tweeluik. In de eerste deel van deze presentatie gaan we dus in op een aantal omgevingskenmerken. Het zijn een aantal indicatoren die uit verschillende domeinen komen, meer bepaald natuur en milieu, wonen, mobiliteit en veiligheidszorg. Heel belangrijk bij het duiden en het interpreteren van die resultaten is toch wel niet te vergeten dat de steden dat allen doen uit hun eigen context. En die context wordt vooral bepaald door demografisch gegeven enerzijds en anderzijds de sociaal-economische context. Hè. En het belang daarvan is groot. Want we weten allemaal, Vlaanderen bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door voornamelijk een bevolkingsaangroei vanuit migratie. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we toch andere factoren ook niet uit het oog mogen verliezen. Zo zien we in de steden een groter groeipercentage. De vergroening, de vergrijzing en de verzilvering zet zich in verschillende steden met verschillende zwaartes door. Zo weten we die vergroening speelt bijvoorbeeld in de grootsteden en Mechelen. Als je het dan hebt over vergrijzing en verzilvering, dan weten we dat Brugge, Kortrijk en Oostende daar bijvoorbeeld een zwaarder gewicht kennen. Hè? Verkleuring is ook iets wat in onze centrumsteden een belangrijker rol speelt dan gemiddeld in Vlaanderen. En ook de fenomenen van gezinsverdunning. Het is gemiddeld een 2,2 inwoners per huishoudens. En we zien toch wel dat dat verder afneemt doorheen de tijd. Maar ook de toenemende diversificatie van leefvormen.
zijn toch wel belangrijke items die we mee moeten nemen als we die cijfers gaan interpreteren. Migratie komt zo dadelijk nog aan bod in de verdere slides. Anderzijds, de socio-economische context, die is heel belangrijk, want we weten allemaal dat die steden dus heel wat welvaart produceren, maar het zijn niet steeds dan de stedelingen die daarvan genieten. Hè. Dus grotere uitdagingen in zaken armoede en achterstellingen zijn dus ook wel kenmerkend voor onze centrumsteden. Een eerste slide heeft betrekking tot het migratiesaldo. Migratiesaldo wordt gebruikt als parameter, indicatief, om die aantrekkelijkheid van die woon- en die leefsteden in beeld te brengen. Wat stellen we vast? Dat het extern migratiesaldo nog steeds zwaar doorweegt in de groot- en de centrumsteden. En vooral als je dan kijkt, vergeleken met de andere componenten die de aangroei van de bevolking uitmaken. Hè. Het groene staafje geeft ons dus de aangroei van de bevolking. Verschilt voor Vlaanderen. Kijken we dan naar het blauwe straafje, dan krijg je dus het intern migratiesaldo en dan valt meteen op dat dat voor de grootsteden en de centrumsteden negatief is. De cijfers staan hier wel in absolute aantallen, dus ook wel belangrijk bij de interpretatie ervan. En als we dan eens gaan kijken naar het oranje streepje, dat geeft dus het aandeel externe migratiesaldo, dan zien we dat dat eigenlijk toch wel een zwaar gewicht kent. En dan krijg je hier nog een klein oranje bolletje, dat geeft dan de totale aangroei van onze bevolking. Gaan we nu eens meer in detail gaan kijken naar die centrumsteden, dan heb je dus die twee componenten. Enerzijds intern migratiesaldo en anderzijds extern migratiesaldo, dus dat betekent de buitenlandse inwerking. Wat zien we dan? Dat de intern saldo voor 6 van de 13 centrumsteden positief is. En dan zien we dat dat extern migratiesaldo eigenlijk voor alle centrumsteden positief is. Dus wat mogen we daaruit besluiten? Dat we toch nog steeds een uitstroom krijgen naar meer suburbane woonmilieus. We moeten wel zeggen dat dat extern migratiesaldo na 2010 is afgenomen. Gaan we nu eens gaan kijken naar twee belangrijke doelgroepen. Enerzijds jongvolwassenen en anderzijds migratiesaldo van jonge gezinnen. Dan stellen we dus vast dat die centrumsteden echt hip zijn voor de jongvolwassenen. Dus een grote aantrekkingskracht daarop uitoefenen. En we zien enkel dat in Genk een licht negatief saldo wordt waargenomen voor die jongvolwassenen. De cijfers kunnen uiteraard ook fluctueren over de jaren heen, dus het is ook belangrijk om de tijdscontext mee te nemen als je naar die cijfers kijkt. Kijken we dan naar die migratiesaldo van jonge gezinnen, dat zijn dus de 30-39-jarigen in combinatie met de 0-9-jarigen, dan zien we dat voor 8 van de 13 centrumsteden deze positief zijn. Wilt dan nu iets vertellen over de stadsvlucht? Ja en nee. Dus migratie is een eerste parameter die je indicatief kan gebruiken om die stadsvlucht te gaan bekijken, maar het zegt ons niet alles. Het is ook belangrijk om te gaan kijken naar cohorteneffecten, want dat zien we dus niet in die migratiecijfers. En wat bedoel ik daarmee? In welke mate, bijvoorbeeld als die jongvolwassenen zich in de stad gaan vestigen, in welke mate blijven die hangen in die stad? En dan zien we dus dat eigenlijk ongeveer na 10 jaar 1 op 2 van die jongvolwassenen in de vorm van een gezin in die stad blijft wonen. Dus dat is toch wel ook een belangrijke vaststelling als je mee naar het fenomeen van aantrekkelijke woonsteden gaat kijken. En heel positief zien we toch wel dat heel wat gezinnen dus ook wel bewust voor de steden kiezen. Een andere parameter die ook belangrijk is in zaken die aantrekkingskracht van de woonsteden, is dus deze rond verhuisintenties. Dat is een surveyparameter. Dus we zijn dus aan die stadsbewoners gaan vragen of ze van plan zijn om de komende 5 jaar te verhuizen. En wat blijkt dan? Dat 1 op 3 stadsbewoners aangeeft de komende 5 jaar te willen verhuizen. Willen ze die stad daarom verlaten? Nee. 2/3 wil dus in die stad blijven. Dat zie je hier aan die balkjes die zich ophopen. En 1/3 van de verhuisgeïntendeerde stadsbewoners geeft dus aan om die stad mogelijkst te verlaten. Dus dat komt dus overeen met zo'n 10% van uw totaal aandeel inwoners. Kijken we dan eventjes naar de verschillen tussen de steden, dan heb je daar juist in de slide gezien dat Antwerpen, Gent en Leuven een grotere verhuisintentie kennen. Maar is het dan de stad waar je woont die bepaalt of je al dan niet eigenlijk die verhuisbeslissing zou nemen? Het is vooral eigenlijk wie je bent. Dus die levensfase is belangrijk. Het zijn vooral min 35-jarigen die dus dubbel zoveel kans hebben om te verhuizen. En natuurlijk springen die studentensteden daar wel bovenuit, zal ik maar zeggen, in het aandeel verhuisgeïntendeerde bewoners, omdat zij ook wel een hoger aandeel van de jongvolwassenen hebben die die stap nog moeten zetten om een uiteindelijke beslissing te nemen op die woningmarkt.
Nu, wat blijkt dus wel, en dat stellen we dus ook wel vast, dat die mogelijke stadsverlaters een sterker socio-economisch profiel hebben. En dat kunnen we dus halen uit onze analyses van de surveydata. Wat bedoel ik daarmee? Dus dat betekent dat zij een hoger inkomensprofiel hebben en ook dat zij vaker hoger zijn opgeleid. Het is dan ook belangrijk voor degenen die twijfelen of zij in de stad al dan niet willen blijven, om verder te zetten op die stedelijke woonkwaliteit. Want ook uit de analyses van de verhuismotieven blijkt dus dat het belang van perceptie van de woning op de eerste plaats, maar ook van de woonomgeving, buurt en stad, dus heel belangrijk zijn. Dus die stadsverlaters die geven dus aan meer ontevreden te zijn over die perceptie van die omgevingskenmerken. Ze hebben dus 2 keer zoveel meer kans om de stad te verlaten. Vandaar is het verder inzetten op die stedelijke woonkwaliteit van groot belang. En om dat eventjes verder aan bod te laten komen, gaan we nu een aantal parameters laten zien van die stedelijke woonkwaliteit. Hoe zit het met de stadsbewoners in zaken hun wooncomfort? En we zijn ook in die survey gaan vragen aan hen hoe ze dat wooncomfort gaan beoordelen. En wat mogen we vaststellen? Dat eigenlijk er een positieve evolutie is opgetreden sinds 2011. Dus 4 op 5 inwoners geeft aan over groot comfort te beschikken in die woning. Groot comfort, wat is dat nu? Dat is centrale verwarming, sanitair en het hebben van internet. En we zien dus dat dat een stijging is van bijna 10 procentpunten ten opzichte van 2011. De verschillen tussen de centrumsteden zijn ook niet zo groot. Als we dan eventjes naar een ander gegeerd goed gaan kijken, het al dan niet hebben van een tuin, want ook uit die analyses kunnen we vaststellen dat mensen die aangeven geen tuin te hebben, dikwijls een grotere verhuiskans hebben dan degenen die wel een tuin hebben. Dus hier zien we toch wel wat verschillen tussen de centrumsteden. Je ziet die marges gaan van zo'n 50% tot 80% in zaken het aandeel respondenten dat aangeeft over een tuin te beschikken. Dus dat is toch wel ook een belangrijke vaststelling. Tot slot eentje rond kwaliteit van de woning. Het hebben van structurele problemen, bijvoorbeeld de tak is aan vervanging toe of de ketel moet echt vervangen worden, dus structurele grote problemen. Dan blijkt dus dat voor een kleine 20% de woning minder kwaliteitsvol wordt beoordeeld. Het gaat hier ook over surveygegevens. En als je dan gaat kijken naar het verschil tussen huurders en eigenaars, zijn de verschillen natuurlijk wel groot, want 25% van de huurders geeft aan die woning minder kwaliteitsvol te vinden. Een volgende slide gaat over energiezuinigheid en energierecuperatie bij de stadsbewoners. En ook hier mogen we toch wel een positieve trend vaststellen. Die energiezuinigheid is globaal gestegen met 10%. Wat bedoel ik daarmee met energiezuinigheid? Dat zijn dus de stadsbewoners die aangeven om zelf dubbel glas te voorzien te hebben, een isolatie in hun woning geoptimaliseerd te hebben en te beschikken over een energiezuinige ketel. Dus dat is sowieso een positieve vaststelling die we doen voor alle 13 centrumsteden. We zien dat trouwens ook in Vlaanderen dat dat een positieve evolutie heeft doorgemaakt. Gaan we nu eens gaan kijken naar een aantal items over energierecuperatie, dan zien we dat een globale stijging van 5% heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2011. En welke items scoren hier dan vooral goed? Dan zie je wel heel wat grote verschillen in zaken het hergebruik van regenwater. Dus het hebben van een regenwaterput zien we in die kleinere centrumsteden toch wel vaker voorkomen. Wat ook wel logisch is in de meer grootsteden, is dat niet altijd even evident uiteraard. Maar toch ook wel belangrijk om vast te stellen is een positieve evolutie in zaken het hebben van zonnepanelen. We zitten daar op een kleine 10%. En de zonneboilers die doen het met 3% ook niet slecht. Daar zit ook een kleine stijging op ten opzichte van 2011. En het hebben van een groen dak zit ook op een kleine 3% met lichte schommelingen tussen de centrumsteden. In zaken woonkwaliteit hebben we nu een aantal items gehad. Nu gaan we eventjes gaan kijken naar die betaalbaarheid van het wonen door, aangegeven door de stadsbewoners. Dan mogen we vaststellen dat die woonkosten zwaarder doorwegen dan in 2011. En dat stellen we vast zowel bij de afbetalende eigenaars als bij de huurders. Wat mogen we hieruit besluiten? Dat 1 op 3 afbetalende eigenaars en bijna 1 op 2 huurders meer dan 1/3 van zijn loon aan de huur of de afbetaling van zijn woning besteedt. De gemiddelde afbetalingslast voor een eigenaar zit ongeveer op een €750. Bij een private huurder zit dat op een €620 en bij een sociale huurder zit dat gemiddeld op een €430. Maar je ziet dat ook hier in de resultaten, dat er toch wel wat schommelingen tussen de centrumsteden onderling zijn. Het is een stijging ten opzichte van 2011 met 3 procentpunten.
Gaan we nu eventjes gaan kijken naar de tevredenheid over een aantal aspecten. Dan zien we dat er een algemene hoge tevredenheid is over zowel de woning, de buurt als de stad. Woning scoort dus het hoogst met een gemiddelde tevredenheid van 4 op 5 inwoners. En we zien dus ook dat die waarde stabiel gebleven is ten opzichte van 2011. Je ziet ook niet echt scherpe schommelingen tussen de centrumsteden onderling. Gaan we gaan kijken naar de tevredenheid over buurt en stad, dan zie je daar toch wel al wat schommelingen tussen die centrumsteden onderling. Dat is een algemene vraag die we gesteld hebben. Hoe tevreden ben je over je buurt? Hoe tevreden ben je over je stad? In de meeste steden is er bovendien een lichte terugval van de tevredenheid over buurt en stad. En Aalst is de enige stad die hier eigenlijk een uitzondering mag optekenen, want we zien daar een stijging van de algemene tevredenheid over de stad. Weliswaar valt de tevredenheid over de buurt in Aalst dan wel licht terug. Wat valt ook nog op als je naar die staafjes kijkt, dat in Gent, Brugge, Hasselt en Leuven de tevredenheid over de stad groter is dan deze over de buurt. Zie ook naar de schaal uiteraard, we starten hier op 50, dus dat is ook wel belangrijk als je de resultaten leest. Goed, een volgende slide geeft ons dus meer zicht over hoe tevreden zijn die inwoners nu over die aspecten ook van die stedelijke woonkwaliteit. En eentje daarvan gaat over uitstraling van de stad en netheid van de stad. Dan zien we dat die globale cijfers niet zo hoog liggen. Als je gaat kijken naar de resultaten voor netheid van de stad, dan zien we ongeveer dat maar een kleine 53% van de inwoners aangeeft tevreden te zijn over die netheid van de stad. Wat is dan netheid van de stad? Dat gaat zowel over de netheid in het centrum van de stad als over de netheid over pleinen en straten. Dus dat zijn twee items samen die we hier zien in de staafjes afgebeeld. Je ziet ook wel wat verschillen tussen de stad. Dus Brugge, Leuven en Mechelen schieten daar een beetje positief uit. En dat geldt ook voor het volgende item met betrekking tot uitstraling over die stad. Uitstraling van die stad wordt bepaald door twee items. En dat zie je dus in dat groen en dat rood staafje. En de uiteindelijke indicator is dan dat gele staafje. Dus dat geeft die uitstraling van die stad weer. En die bestaat ook uit twee componenten. Namelijk de aanleg, de tevredenheid over de aanleg over parken en de tevredenheid over aanleg van straten en pleinen. Maar wel opvallend dus dat die steden die beter scoren in zaken uitstraling en netheid, dus dat dit dezelfde steden zijn. Een aantal indicatoren nu in zaken groen in de stad. Een heel belangrijk item dat ook in het stadsatelier van de ecologische stad nog verder wordt uitgediept. Gaan dus over het feit in welke mate inwoners beschikken over groen in hun buurt. Dus op minder dan 400 meter loopafstand. En wat zien we daar? Dat is hier een GIS-indicator, dus dat is geen SURF-indicator. Die data zijn dus door de steden zelf aangeleverd, geregistreerd op basis van de registratie van openbaar buurtgroen. Dan zien we hier toch wel wat verschillen tussen de centrumsteden, maar wel meer dan de helft van de inwoners die dus woont op minder dan 400 meter van openbaar buurtgroen. Gaan we nu eens gaan kijken naar de tevredenheidsscores over zowel groenindruk in de buurt als openbaar groen in de stad. Dan zien we eigenlijk het volgende. Dat zijn dus die twee staafjes in het groen en in het oranje. Dat die groenindruk eigenlijk wel vrij hoog ligt. Bijvoorbeeld in Brugge en Genk zit die op meer dan 80%. In Hasselt, Kortrijk, Leuven en Oostende zit die op meer dan 70%. En het is dan wel opvallend als je ziet naar de geregistreerde parameter. Bijvoorbeeld in Hasselt zakt die een beetje terug. 1 op 2 woont daar op minder dan 400 meter van dat groen. Maar die tevredenheid ligt er wel een pak hoger. Dus dat stellen we ook wel vast. Is die groenindruk veranderd ten opzichte van 2011? Nee, die is min of meer stabiel gebleven. Een volgend item gaat over de buurtproblemen. We hebben aan de stadsbewoners gevraagd in welke mate zij eigenlijk vaak of altijd last hebben op maandelijkse basis van een aantal buurtproblemen. En wat blijkt? Dat stedelingen frequenter aangeven last te hebben van verkeersgerelateerde buurtproblemen dan elders in Vlaanderen. En we hebben hier drie items opgelijst. Enerzijds onaangepaste snelheid van verkeer. Ik denk dat dat dan meestal over te snel rijden zou kunnen gaan. Anderzijds lawaaihinder door verkeer en agressief verkeersgedrag.
Wat zien we? Voor 40% van de stadsbewoners is onaangepaste snelheid van verkeer nog altijd een vaak vastgesteld buurtprobleem. Het aandeel is wel lichtjes afgenomen, dus dat betekent een positieve evolutie voor dit hinderaspect. Kijken we naar lawaaihinder door verkeer en agressief verkeersgedrag, dan zien we dat dat iets minder vaak wordt aangegeven, hè, bij 30% van de bewoners en ongeveer 22% van de bewoners, maar toch nog altijd redelijk groot zit in aandeel. Hier zien we eigenlijk geen verandering doorheen de tijd, dus die cijfers zijn stabiel gebleven ten opzichte van 2011. Als we dan eventjes gaan kijken naar een aantal milieugerelateerde buurtproblemen, dan moeten we ook vaststellen dat die frequenter worden gerapporteerd in de steden dan gemiddeld in Vlaanderen. En ik laat hier een hele batterij zien van een aantal items. Zwerfvuil. Zwerfvuil wordt het meest aangegeven als milieugerelateerd hinderaspect, samen met sluikstorten. Je ziet daar ook wel een aantal steden uitschieten, hè, met meer dan 40%, Antwerpen, Gent en Turnhout, hè, waar de inwoners dit aangeven daar vaak last van te hebben. En als je dan ook bijvoorbeeld gaat kijken naar een batterij van andere aspecten, dan mogen we wel vaststellen dat hondenpoep, wat in 2011 toch wel een straf buurtprobleem was voor heel wat inwoners, hier daalt van 28% naar 23%. Tot slot een laatste luikje in verband met die omgeving eigenlijk. Hoe verplaatsen die stadsbewoners zich? Dus we gaan kijken naar een aantal items met betrekking tot mobiliteit. We stellen vast dat stedelingen zich vaker verplaatsen en duurzamer verplaatsen dan in 2011 en dan gemiddeld dan elders in Vlaanderen, zal ik maar zeggen. Hoe verplaatsen ze zich in de vrije tijd? Dus deze indicator heeft betrekking op de verplaatsingen in de vrije tijd. Wel, 6 op 10 inwoners verplaatsen zich in de vrije tijd frequent te voet. De helft doet dat met de fiets, maar, en dan moet ik dat er ook wel bij geven, dat 1 op 2 inwoners dat ook nog steeds doet met Koning Auto. We zien dus wel een aantal positieve evoluties. Dat kan je hier nu niet aflezen op die grafiek, maar ik ga ze er wel bij vertellen. Het verplaatsingsgedrag te voet is met zo'n 10% gestegen, gemiddeld over de 13 centrumsteden heen. Kijken we naar die verplaatsingen met de fiets, dan is dat met zo'n 5% gestegen. Autobestuurder is ook wel gestegen met zo'n kleine 4%. En bus en tram heb ik hier ook opgenomen. Trein zou er ook nog bij kunnen, maar dan werd mijn grafiek iets te onleesbaar. De trein zit gemiddeld op 11% van de verplaatsingen in de vrije tijd. En bus op tram zit daar gemiddeld op zo'n 10% en heeft een stijging met 3% ten opzichte van 2011. Goed, dat zijn de verplaatsingen in de vrije tijd. Gaan we nu eens gaan kijken naar de verplaatsingen voor woon, werk, school, want dat kan dikwijls een gecombineerde verplaatsing zijn. Wat mogen we daar dan voor vaststellen? Wel, voor het werk regeert Koning Auto. Dus dat gaat zowel in de steden, maar dat geldt ook op Vlaams niveau. Voor 1 op 2 inwoners blijft dit het hoofdvervoersmiddel. Dus we hebben hier gevraagd naar het hoofdvervoersmiddel. Dat is anders dan bij de vorige slide. Dus de verplaatsingen gebeuren met de auto of met de moto. Wat is wel goed om vast te stellen dat er een aantal steden zijn waar het stappen en trappen en de combinatie met openbaar vervoer toch wel voor 1 op 2 voor die verplaatsingen zorgt. Hè. En we zien vooral in de grootsteden, Brugge, Leuven, Oostende en Turnhout, daar wordt er vaker getrapt en gestapt om naar het werk te gaan. Als je dan natuurlijk de andere staafje er laat bij verschijnen, dan zien we toch ook wel dat 1 op 2 nog vaak die auto gebruikt voor die verplaatsingen, met toch wel ook die verschillen tussen de centrumsteden. We zijn ook aan die inwoners gaan vragen hoeveel ze ongeveer gemiddeld afleggen voor die woon-werkverplaatsing en hoe lang ze daarover doen. Wel, de gemiddelde afstand zit op zo'n 20 kilometer en de duurtijd daarvoor is zo'n 30 minuten. Als we dat op Vlaams niveau gaan bekijken, dan zien we dat dat gemiddeld 40 kilometer is, maar ze er iets minder lang over doen. Tot slot nog eentje, dat gaat over de verkeersveiligheid en een aantal tevredenheidsscores rond die verkeersveiligheid. Dat gaat over zich veilig kunnen verplaatsen met de fiets of de voet op stadsniveau. Het zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen van kinderen jonger dan 12 op buurtniveau. En verkeersveilige schoolomgevingen. Dan zien we toch dat het een heikel punt is. Want dat slechts 1 op 2 inwoners zegt zich veilig te kunnen verplaatsen als zwakke weggebruiker. En de schoolomgeving voor kinderen is ook voor 1 op 2 inwoners maar voldoende veilig. Tot slot wil ik nog heel kort er eventjes kriskras doorgaan met een korte samenvatting. We hebben nu vastgesteld in zaken van demografie en omgevingsaspecten dat die steden groeien en bloeien, zal ik maar zeggen. De steden staan in de spits als het gaat over demografische veranderingen.
positief migratiesaldo door sterkere instroom vanuit het buitenland, waarbij het aandeel van de buitenlandse migratie sinds 2010 is afgenomen. Steden zijn hip voor jongvolwassenen, hebben daar een grote aantrekkingskracht en bovendien blijft 1 op 2 hangen in de vorm van een gezin na 10 jaar. Selectieve stadsvlucht blijft bestaan, dat zien we dan uit die profielen, waarbij veelal sterkere socio-economische profielen nog steeds dan de stad verlaten. Voor stedelingen is de stedelijke woonkwaliteit belangrijker. Zij zijn eigenlijk het meest tevreden over hun woning, maar ook buurt en stad doet het dus goed. We zien een positieve evolutie in zaken wooncomfort en duurzaamheid van de woning. De tevredenheid over aspecten van publieke ruimte, uitstraling en netheid van de stad verschilt heel sterk tussen die steden. En de tevredenheid over het aanbod aan groen in buurt- en stadsniveau ligt globaal hoog en zit over al die centrumsteden wel wat gelijkaardig. Mobiliteit blijft toch wel een belangrijk aandachtspunt. Hè. Dus die onaangepaste snelheid van verkeer als grootste buurtprobleem. Verkeersveiligheid als heikelpunt bij heel wat stadsbewoners. En het verplaatsingsgedrag mogen we vaststellen dat stedelingen zich vaker, maar ook duurzamer gaan verplaatsen, al blijft Koning Auto wel regeren. En dan geef ik nu graag het woord aan Luc. Ja, ik kan dat niet lezen. Ja, klein technisch probleem, ik kan het niet lezen. Zo. Nee, anders blijf jij daar zitten. Goed. Ja, Hilde heeft het vooral gehad over leefomgeving en wonen. Ik zou iets dieper willen ingaan op de leefsituatie. Ik ben zo kras door het boek gegaan en een aantal zaken uit de verschillende hoofdstukken gepikt om toch een beeld te geven van wat rond leefsituatie van stedelingen zelf daarin terug te vinden is. Een eerste belangrijke invalshoek is, we hebben het hier over centrumsteden. Grootsteden, maar vooral centrumsteden. Centrumsteden wil feitelijk zeggen dat zij centraal staan in een regio en dat zij vooral ook van alles voorzien, niet alleen voor hun eigen inwoners, maar ook uiteraard voor degenen die in die omgeving zelf wonen. Dus dat is een eerste aspect dat ik eens wil belichten vanuit verschillende invalshoeken. Een eerste invalshoek is rond cultuur en vrije tijd. Hilde? En wat zien we hier? Dat het aanbod aan cultuur- en vrije tijdsactiviteiten in de steden fenomenaal blijft toenemen. Dus elke meting die daar rond gedaan wordt, zien we dat die cijfers blijven stijgen. In de meeste steden, in alle steden, is dat ook beduidend veel meer dan in Vlaanderen zelf. Behalve Genk valt er hier een klein beetje uit. Maar als je dan de cijfers van Hasselt ziet, dan zie je in feite dat dat wel voor een stuk gecompenseerd wordt. We gaan dan eens gaan kijken naar, dingen, naar de tevredenheid van de stedelingen zelf met, dingen, met die voorzieningen. Ja, oké. Okay. Dat is het probleem. Dat je... Dus wat zien we hier? Dat er daar, en ik heb het niet in het rood gezet, omdat je vaststelt dat de tevredenheid zowel voor cultuurvoorzieningen, voor dingen, sportvoorzieningen als voor recreatievoorzieningen, dat die cijfers relatief hoog zijn. Dat gaat over scores 80%, 75%, toch nog 70%. Je ziet wel dat je niks groen ziet. Er is niks groen ingekleurd. Dat wil zeggen, er is nergens een stijging. We zien over de ganse lijn een lichte terugval van de tevredenheid met die voorzieningen. Terwijl het aanbod serieus toeneemt, ook voor andere zaken, denk aan toerisme en zo. We zien dat overnachtingen zijn toegenomen, dat andere activiteiten ook zijn toegenomen. Maar de bewoners van die stad die zijn daar toch iets minder tevreden over dan in 2011. We gaan eens van die zachte sector, die cultuur toch nog altijd voor de meeste is, eens naar een meer harde sector gaan kijken, en dat is onze economie. Dus in welke mate produceren steden nu welvaart? Het is de eerste keer dat we dat hebben kunnen berekenen, een soort bruto nationaal product per stad. Dus een sommatie van alle activiteiten die in de stad gebeuren, economische activiteiten die in de stad gebeuren. En we hebben dat uitgedrukt per inwoner.
Als we dat op Vlaams niveau bekijken, dan zien we dat dat ongeveer op 30.000 euro per inwoner komt. Als we dat op stadsniveau bekijken, dan zien we dat dat op 44.000 euro per inwoner komt. Opvallend hier is, als je dan de steden zelf gaat bekijken, dat er immense verschillen zijn. Je hebt steden die amper het Vlaamse niveau halen en daar zelfs licht onder zitten, zoals Aals bijvoorbeeld, met de typische situatie van zo'n stad. Je hebt er andere, zoals Leuven, die daar beduidend boven zitten, die zelfs 40% boven het stedelijk gemiddelde uitkomen. Nu is natuurlijk de vraag, dus steden creëren welvaart. Komt dat nu ook aan de stedelingen ten goede? En we hebben daar maar eentje uitgehaald. Armoede komt deze namiddag in de ateliers ook nog uitgebreid aan bod. Ik wil er maar eentje geven, één dat we allemaal kennen. Dat is het netto belastbaar inkomen. Als we dat bekijken op Vlaams niveau en we vergelijken dat met de steden, dan zien we dat het gemiddelde van de steden daar 1000 euro per inwoner onder ligt onder dat Vlaams niveau. En dat er slechts enkele steden zijn, en dan Brugge, Hasselt en Leuven, dat zijn de steden die er dan wel bovenuit steken, die dus een hoger inkomen hebben. En je gaat dat feitelijk in de rest van het verhaal, en als je het boek gaat doornemen, ga je dat zien, dat er naar positie, welvaartspositie tussen de steden immense verschillen zijn. We gaan dat ook eens bekijken, want je hebt creatie van welvaart, maar levert dat dan ook wel werkgelegenheid op? En daarvoor hebben we de jobratio berekend. Dat wil zeggen het aantal personen dat in de stad werkzaam is ten opzichte van de volwassen bevolking in die stad tussen 15 en 65 jaar. En dan zien we ook hier weer, we hebben het cijfer voor het Vlaams gewest, dat zit ongeveer rond de 65%. Als we dat van de steden nemen, dan komen we zeer duidelijk boven het 90% uit. Dat wil zeggen, de verhouding werkenden ten opzichte van uw potentieel actieve bevolking. Ook hier, als we dat dan per stad gaan uitdrukken, terug die mensenverscheidenheid tussen die steden met zeer hoge cijfers voor Leuven, Kortrijk, Hasselt en ook in Gent. En vooral ook Turnhout. Turnhout valt op dat vlak ook telkens wel op als je die economische cijfers gaat bekijken. En langs de andere kant een aantal steden die toch wel iets meer dingen, die veel minder de werkstelling creëren. Uiteraard heeft dat de positie van die stad binnen de ruimere regio te maken. Nu is ook hier weer de vraag, en dat intrigeert ons natuurlijk, komt dan nu de werkzaamheid of het werken van de bewoners ten goede? En daarvoor hebben we de werkzaamheidsgraad genomen. Op Vlaams niveau zit die ondertussen rond de 72%. Op stadsniveau zitten we rond de 67%. Merkelijk lager. Ook hier weer, omgezet per stad, zie je de immense verschillen tussen die steden met zeer lage werkzaamheidsgraden. Dus mensen die effectief werken, ook weer op de potentieel actieve bevolking. Vooral dan Antwerpen en Genk vallen hier op. En je hebt uiteraard ook een aantal steden waar er duidelijk, proportioneel ook veel meer hogere werkzaamheidsgraad is. Roeselaren, Brugge bijvoorbeeld, om maar enkele voorbeelden te nemen. Dat zijn een beetje de harde materies waar je toch al een stuk die spelling ook voelt. Nu gaan we over naar dingen, een aantal andere aspecten. Ik heb er eentje genomen voor onderwijs. Steden, centrumsteden, vervullen uiteraard ook een centrumfunctie wat onderwijs betreft. We hebben hier het secundair onderwijs genomen. We zijn dus ook hier weer gaan kijken naar het aantal leerlingen in het secundair onderwijs ten opzichte van het aantal leerlingen dat normaal binnen de stad naar het secundair onderwijs zou gaan. Als we hier het gemiddeld nemen van de 13 steden, zie je dat zit allemaal boven de 100%. Ze trekken dus in feite wel leerlingen aan van buiten. Als je dat per stad gaat bekijken, ook hier weer zeer grote verschillen tussen de steden. In Turnhout het drievoudige en dan ook in Brugge, in Hasselt en in Leuven meer dan het tweevoudige van het aantal leerlingen dat zij normaal vanuit een stad zouden trekken. Ook hier zijn we geïnteresseerd van hoe zit het met die scholing van in dit geval
De leerlingen van de stad of de jongeren in de stad hebben de ongekwalificeerde uitstroom berekend. Dat is ook de eerste keer dat we dat hebben kunnen doen. En dan zien we dat de ongekwalificeerde uitstroom op Vlaams niveau ongeveer op 13% ligt. Op stadsniveau ligt die op 21%. En dan, als we dat dan per stad gaan bekijken, dan zien we dat dat in Antwerpen tot 28% komt. Dus ook hier weer de spanning die je ziet tussen enerzijds die centrumfunctie en anderzijds de positie van een aantal dingen, stadsbewoners, in dit geval jongeren zelf. Ik ga er nog eentje nemen voor dit luik en dat heeft met zorg te maken. Wat hebben we hier gedaan? We zijn eens gaan kijken naar de evolutie voor zorgvoorzieningen, residentieel, thuiszorg en ook mantelzorg. Een beetje de vermaatschappelijking waar we het vandaag zoveel over hebben, proberen dat in beeld te brengen. Voor de residentiële ouderenzorg en voor de thuiszorg hebben we daar reekse cijfers over. We hebben vergeleken met 2005. Als we dat zien op Vlaams niveau, 2005 op 100 gezet, dan zien we dat vooral de gezinszorg, samen met de logica van vermaatschappelijking, dat de gezinszorg fors is toegenomen en dat de ouderenzorg, de residentiële ouderenzorg, wat is teruggevallen. Als we dat nu vertalen of bekijken voor de steden zelf, dan zie je hier grote verschillen. Je hebt duidelijk steden waar nog fors de voorbije 10 jaar is ingezet op de residentiële ouderenzorg. Ik wil trouwens ook aangeven, die residentiële ouderenzorg in de steden ligt hoger dan daarbuiten. Er laat daar geen twijfel over bestaan. Maar je ziet heel grote verschillen tussen accenten die gelegd worden. Heeft dat met middelen te maken of is het bewuste keuze? Daar ga ik me niet over uitspreken. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld in Genk en in Hasselt de gezinszorg boomt. Terwijl dat je in andere steden dat er daar feitelijk weinig of geen groei heeft plaatsgegrepen. Ja, als we gezinszorg, residentiële zorg, we hebben ook de mantelzorg eens bekeken, is een nulmeting. Dus veel kunnen we daar nog niet over zeggen. Opvallend is wel, het is ook surveymateriaal, dat 1 op de 2 stadsbewoners zegt dat ze minstens op jaarbasis aan mantelzorg hebben gedaan. Een buur geholpen. Iemand van de familie geholpen die niet thuis inwoont of kinderen opgevangen. De cijfers die je hier ziet slaan op het wekelijks doen van die activiteiten. En dan zie je toch dat zorgbehoevenden helpen, dat bijna 18% van de stedelingen zegt dat op weekbasis, minstens op weekbasis te doen. Dat is toch niet onbelangrijk. En dat je voor helpen in het huishouden en kinderen opvangen, dat daar ook telkens ongeveer een 12% daarvoor in zit. Ook hier zie je de grote schommelingen tussen de steden die ook met die specificiteit van die steden kunnen te maken hebben. Oké, dan gaan we naar een volgend luik, het samenleven. Iets dat vandaag natuurlijk zeer centraal staat en wat heel gevoelig ligt ook. Ik heb maar 2 indicatoren die ik ga toelichten om het onder controle te houden, mijn klok onder controle te houden. En eerste gaat over de sociale integratie. Hoe meten we feitelijk sociale integratie in de buurt? Dat doen we met een module met 5 uitspraken die aan de mensen worden voorgelegd. Sociale integratie, sociale cohesie, met wat heeft dat te maken? Vertrouwen dat mensen in elkaar moeten helpen. Mensen die elkaar willen helpen. Hè? En uiteraard ook contacten, de sociale contacten in de buurt en in de ruimere omgeving. Wat zien we hier? Dat als je die cijfers bekijkt, dat je kunt zeggen dat ongeveer, volgens onze manier van meten, een 60% van de inwoners kunnen zeggen dat ze vrij goed sociaal geïntegreerd zijn in hun buurt. Vanmiddag ga ik daar veel verder op in, als we het over sociale cohesie en publieke ruimte hebben. Dan zien we ook dat dat feitelijk weinig verschuift. Er gebeurt feitelijk heel weinig op dat vlak. Dus je ziet daar, ook als je die percentages gaat bekijken. En als we dan de evolutie ook per stad, zien we ook daar feitelijk niet zo heel veel gebeuren. Ik ga direct overgaan naar de volgende. We hebben dus eerst het gedrag. In welke mate hangt de buurt een beetje samen? Een tweede zaak is natuurlijk, hoe denken mensen
over elkaar en vooral over andere culturen waar ze mee geconfronteerd worden. En dan hebben we ook hier weer, op basis van een module die we zelf niet hebben uitgevonden, die komt van de OESO, en waarin dat we feitelijk op basis ook weer van 5 uitspraken meten in welke mate dat een bevolking, in dit geval stedelingen, dat die openstaan tegenover andere culturen. En dan zie je hier de cijfers en je kan daaruit opmaken dat 1 op de 2 stadsbewoners aanwezigheid van andere culturen en multiculturele contacten een goede zaak vindt. Dat ongeveer de helft van de bevolking, als we het allemaal samen nemen, dat we daarvan kunnen zeggen dat die openstaan voor andere culturen. En positief is alvast dat we die cijfers zien stijgen. Iets wat we op Vlaams niveau veel minder zien, maar dus op stadsniveau zien wij het toch. En ik wil er wel op bij zeggen, maar ook dat komt vanmiddag veel uitgebreider aan bod, dat vooral steden en vooral omgevingen, buurten, waar mensen geconfronteerd worden met andere culturen, dat men daar positiever reageert. Tenzij, en dat moeten we er wel bij zeggen, als je naar een concentratiebuurt gaat, dan zie je dat die cijfers enorm terugvallen. Je ziet ook dat Belgen op dat vlak het minder goed scoren dan personen van vreemde herkomst. Dat waren de 2 aspecten rond samenleven dat ik toch even wou belichten. Ik ga naar het laatste luikje over. En dat gaat over burgerschap en overheid. Ook hier eerst naar het vertrouwen inzien. Bij vertrouwen, meestal in onderzoek, stel je vast dat daar het nabijheidsprincipe speelt. Hoe dichter een bestuur bij een bevolking staat, hoe meer vertrouwen en hoe positiever de bevolking daarop reageert. We hebben hier het vertrouwen in de federale, de Vlaamse overheid en het stadsbestuur. Ja, je kan nu zeggen 20, 26 en 33 procent, dat zijn lage cijfers. Je moet in het boek goed gaan kijken naar degenen die negatief reageren en degenen die zich niet uitspreken. Dikwijls is dat de helft van de bevolking. Hè. Dus je moet dat ook altijd relatief zien en in tijdsverloop. Wat zien we hier voor de steden? Dat het nabijheidsprincipe niet in alle steden nog even sterk speelt. Dus er zijn steden waar feitelijk het verschil tussen die Vlaamse overheid en die stadsbestuur niet zo groot meer is. Heeft dat te maken met een stuk van de opvang? Dat zouden we feitelijk verder moeten kunnen onderzoeken. Als we gaan kijken naar de evolutie, dan zien we dat de federale overheid en de Vlaamse overheid gestegen zijn ten opzichte van 2011. We zien ook dat in Antwerpen, Gent en in Mechelen de tevredenheid, of het vertrouwen, sorry, in het stadsbestuur ook is toegenomen. Dat zijn alleen dat zijn significante verschillen die we hebben berekend. In Genk en in Kortrijk is het wat teruggevallen. Tevredenheid, dus we hebben het over de vertrouwen gehad. Hoe zit het met de tevredenheid van wat stadsbesturen doen? We zijn gaan kijken naar informatieverstrekking. Informatieverstrekking op vele terreinen. In welke mate zijn mensen tevreden over wat er in de stad gebeurt, dat ze daar voldoende over geïnformeerd zijn, over de voorzieningen, over de plannen die de stad heeft en over beslissingen die de stad genomen heeft. En je verwacht dat dat feitelijk telkens lager is. Wat we wel zien is activiteiten uiteraard zeer vrij hoge scores. En dan voorzieningen en plannen lopen een beetje parallel. Je ziet daar ook een beetje dezelfde trends, globaal dan toch. En wat beslissingen betreft zit dat lager. We hebben dat ook berekend voor de mate waarin de mensen vinden dat ze geconsulteerd worden. En ook daar stellen we vast, die cijfers zijn nog ietsje lager. En wat je hier in de evolutie ziet, dat we geen enkel groen blokje hebben, maar dus alleen van die lichte oranje, die erop wijzen dat het in feite in die steden en ook globaal voor de 13 steden ietsje achteruit is gegaan. In sommige steden zelfs vrij fors. Je hebt dat ook voor het vertrouwen gezien, maar ik wou geen steden hiervoor bij naam noemen, om straks geen problemen te krijgen. Oké. Dan is nu de vraag, het ging hier allemaal over de burger ten opzichte van zijn stad, maar wat doet hem zelf? Is hem zelf wel bereid om zijn handen uit de mouwen te steken en iets te doen? En hier zien we dat als aan stedelingen gevraagd wordt of ze bereid zijn om mee te denken over wat in een stad gebeurt, dat een helft van die stedelingen daartoe bereid is.
En je ziet ook, als je dat over de 3 metingen die we gedaan hebben bekijkt, dat dat ook is toegenomen, zeker en vast ten opzichte van 2011. Dus stedelingen willen gerust meepraten met het stadsbestuur. Doen ze dat op dit ogenblik? En dan gaan we eens naar hun activiteiten kijken. Ik heb hier een beetje een mix gemaakt van lidmaatschap, actief lidmaatschap, tot en met actief zijn in een bewonersgroep die het beleid echt wil beïnvloeden. En dan zie je over de ganse lijn dat daar ook hier weer zeer grote verschillen zijn tussen de steden. Dat je een groep hebt van een goede 6% die echt wel op het beleid wil wegen. Maar zoals je daarvoor hebt gezien, die kunnen wel 50% in, als het nodig is, zouden zij grote groepen kunnen mobiliseren. En je ziet ook de cijfers van degenen die actief zijn in een vereniging, actief zijn in een buurtcomité en dergelijke. Je ziet dat dat ook vrij goed zit. Die cijfers zitten ook in de goede richting. Ik moet snel afsluiten, want we zijn over tijd gegaan. Wat mij opvalt, als ik dat hele dikke boek doorneem, en dat was me trouwens ook de vorige keer al opgevallen, is: je kunt feitelijk niet over de centrumstad of de centrumsteden spreken. Die verschillen zijn immens groot tussen die steden onderling. Dat is één zaak die, denk ik, heel belangrijk is. Je ziet ook verschillen tussen die steden. Ik wil er ook op wijzen, als we morgen naar jullie stad komen en analyses gaan doen binnen de stad, dat je uiteraard, en dat weten jullie beter dan wij, dat je ook daar nog zeer grote verschillen gaat zien. Tweede vaststelling is dat de centrumfunctie niet op alle terreinen even sterk is. Ik ben er nu snel moeten doorgaan, maar er zijn ook situaties waarin de centrumfunctie van steden afzwakt. En waar feitelijk de stedelijke rand veel prominenter naar voren komt. Stadsregionale aanpak is er straks al gezegd. Ik denk dat dat daar voor een stukje ook mee te maken heeft. Ja, steden bruisen. Hilden heeft het al gezegd. Ik kan dat alleen maar herhalen. Maar je hebt wel gezien dat dat bruisen op een heel verschillend tempo gebeurt in die steden en op heel diverse terreinen. En dan ja, de spanning tussen enerzijds de dynamiek, economische dynamiek, culturele dynamiek, de creativiteit in de steden, die er effectief wel is. Hè. Als we ook naar de tewerkstelling in creatieve sectoren gaan zien, dan zien we dat dat dus ook in de steden merkelijk hoger ligt dan daarbuiten. En anderzijds de spanning met die positie van een aantal doelgroepen binnen de stad. En daar wil ik dan mee afronden. APPLAUS.